on the back, look like Matt sitting on 28. Nah, you can't get it if you ain't got plenty cake. Ja, 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 natuurlijk Fischie hier weer en vandaag weer een nieuwe Q&A hier op mijn kanaal. Het is vandaag tweede paasdag, oftewel maandag en ik moet even spieken, 6 april 2015 alweer. En normaal gesproken Q&A's altijd natuurlijk op zondag in ieder geval, maar ja, gisteren was ik niet helemaal fit, zal ik het zomaar lichtelijk zeggen, vertellen. Want ik heb alleen maar lopen overgeven, kotsen en van de alcohol, want ik had echt veel te veel gesopen. Op zaterdag en dat is wel hartstikke gezellig voor de mensen die niet weten waar we toe zijn geweest. Wij hadden een verjaardag in ieder geval van MC Issy en niet alleen zijn verjaardag, maar hij opent ook een club in Den Haag. En het was in ieder geval heel erg gezellig geworden, maar ja, de alcohol, ja, ik ben het toch even niet meer gewend denk ik, want ik moet nog eventjes van herstellen, zal ik het zomaar zeggen. En zelfs nu vandaag denk ik bij mezelf, nou, je merkt wel dat je alweer een jaartje ouder wordt, hè? Ja, ik ben oud, ik weet het. Dus dat is wel een beetje het nadeel van ouder worden, zal ik het zo zeggen. Op de achtergrond zien jullie MW3 gameplay van mij natuurlijk. Ik speel hier samen met Remco Power, oftewel, The Admiral NL. Als je hem nog niet hebt trouwens op Xbox, dan moet je hem vooral even toevoegen. Dat vindt hij hartstikke leuk. In ieder geval, Remco Power die rent lekker vestjes voor me. En haalt trouwens ook zelf ook nog 41 kills in dit potje. Ook best wel knap. En ik haal hier 56-4 als ik het goed heb. En ook een Moab erbij. Niet een hele snelle Moab, maar het is natuurlijk regular. En de tegenstanders, die zitten heel veel in het midden. En je ziet het ook met RPG's schieten, met shotguns, met snipers. In ieder geval, alles wat niet leuk is, zeg maar, dat was in dat potje. Maar uiteindelijk haal ik dus toch nog een Moab en in ieder geval nog meer dan 50 gunkills. Want ja, ik had niet iedereen killed, ik geloof ik, met mijn Moab, dus... Ja, toch nog hartstikke lekker. Ik denk ook heel erg leuk om naar te kijken natuurlijk. En vind je het ook zo leuk? Dan moet je ook vooral even een blauw duimpje achterlaten natuurlijk. Want ik zou het echt tof vinden als ik gewoon weer 200 likes zou hebben op een Q&A. Vorige week 180 likes. Dus we zitten er wel weer tegenaan, maar net niet helemaal. Heb je trouwens nog een vraag aan mij? En het mag van alles zijn wat je maar wil. Wat je maar wil vragen aan mij natuurlijk. Dan moet je het ook vooral even achterlaten bij de comments natuurlijk. En dan zal ik het proberen te beantwoorden. Ik probeer ook zoveel mogelijk nu te beantwoorden natuurlijk. Ik heb er weer een stuk of 10 uitgehaald. Ik weet niet of ze allemaal nog. Of ze allemaal aan beurt komen. Maar ja, ik ga het in ieder geval gewoon proberen natuurlijk. Vraag nummer 1 namelijk. Van Corné Reinhout. Q&A. Hoop jij dat de skill-based matchmaking verandert? Moet worden. Dat klopt niet helemaal dan. Of zeg je, laat het over aan de nieuwe COD die uit gaat komen over een hele tijd. Nice video's, visje. Dankjewel, jongen. Dankjewel, Corné. Skill-based matchmaking. Ja, natuurlijk de hel voor YouTube op dit moment, om eerlijk te zijn. Door skill-based matchmaking kunnen YouTubers in ieder geval kunnen moeilijker gewoon gameplay halen. En daar zijn we toch een klein beetje afhankelijk van. Ik weet dat niet iedereen zegt van, nou, het is belangrijk hoe je gameplay is natuurlijk. Maar... Zou ik zo zeggen, de meeste mensen willen toch wel liever natuurlijk gewoon 40-3 zien of 40-4 zien in plaats van 30-30. Want ja, ik heb al een keertje eerder gezegd, als ik skill-based matchmaking gameplay wil uploaden of wil gaan doen, dan doe ik wel League Play. Ja toch, want daar hoort dat in te zitten en dat lijkt me ook logisch natuurlijk dat dat daarin zit. Maar in gewoon public matches... Moet ik gewoon de ene keer tegen lekkere noobs spelen. Want dat is gewoon leuk natuurlijk om gameplay te halen tegen noobs. En de andere keer tegen wat moeilijkere tegenstanders. En ja, door skill-based matchmaking wordt dat wel echt heel erg verklooid. En ik denk dat de meeste mensen dat ook met me eens zijn natuurlijk. Daarnaast is ook natuurlijk op dit moment gewoon Advanced Warfare gewoon wat saaier om naar te kijken. Hè, natuurlijk, het gaat niet echt... Het gaat wel snel de game of zo, maar je maakt niet echt... Veel kills, zeg maar. Ja, het klinkt misschien stom als ik zeg. Het ziet er niet zo snel uit. Terwijl, het is wel sneller, want je gaat sneller dood en zo. Dat soort dingen, maar ja. Ik hoop echt waar dat ze het eruit halen. Want het is voor YouTubers niet lekker, zou ik het zo zeggen. Even kijken, ik moet even omheen met mijn hand. Jezus, mensen. Oh, vraag nummer 2. Ja, van Jacco. Nice Fit Fish. Wat is je favoriete assault streak?
Leuke vraag natuurlijk. Nou, over het algemeen, over alle Call of Duty's, als ik nou echt gewoon echt een assault-streak mag kiezen waarmee je kan killen natuurlijk. Hè, want je hebt natuurlijk een killende en niet killende assault-streak. Dan zeg ik natuurlijk gewoon de Chopper Gunner uit MW2. Ik vond het echt het leukste om daarmee te spelen. En om, ja... Ja, om die te gebruiken eigenlijk, zeg maar. Ook natuurlijk omdat die daar natuurlijk richting je nuke is natuurlijk. Maar wat eigenlijk ook een assault-streak is. Dus je zou ook nog dat kunnen zeggen natuurlijk. Maar wat ook een heel leuke assault-streak is, is een non-lethal assault-streak. En dat is gewoon de UAV eigenlijk. Het speelt hartstikke heerlijk als je speelt. En mijn favoriete assault-streaks, tenminste mijn favoriete assault-setup, zeg maar, wat ik heb bijvoorbeeld bij MW2, is in principe is dat altijd UAV, Predator Missile en dan de helikopter. Of bijvoorbeeld de Predator Missile helikopter en dan streefrun. Dat vind ik ook wel eens een... Of Overwatch trouwens. Dat vind ik ook een hele leuke... dingen die ik op kan zetten. Dat daarover. Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar van... Misschien jullie kijkers natuurlijk... Wat jullie het leukste assault-trick vinden. Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Gaan we naar de volgende vraag. Van Bossy Gamers NL. Q&A. Als je gratis een rondreis mocht maken door één werelddeel. Welk werelddeel koos je dan? Ik zou dan voor, denk ik, voor Zuid-Amerika gaan. Ik ben een keertje naar Peru geweest. En ik vond het echt super vet om daar te zijn. Ik heb daar een 16-daagse rondreis gemaakt. Samen met mijn pa. In 2001, 2002 of zo. En dat heeft nog best wel veel indruk op gemaakt. Ik ben daar naar Inca-steden geweest en zo. Machu Picchu en zo. Ik heb het al een keertje eerder uitgelegd in een Q&A. Maar als ik dan, waarom ik dat werelddeel zou kiezen, is namelijk... Op dat werelddeel heb je eigenlijk alles, zeg maar, van... De bergen, je hebt in het zuiden van het land, zuiden van Amerika heb je echt dat het gewoon ook gewoon een kil klimaat is. In het noorden heb je natuurlijk Suriname en dat soort landen en natuurlijk wat ook heel erg mooi is. Je hebt er eigenlijk alles, je hebt Amazonegebied, je hebt daar hoogste meer ter wereld heb je natuurlijk. En ook de cultuur natuurlijk, de Inca cultuur van vroeger natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon iets super vets om dat te zien eigenlijk en dus ook dat mee te maken. Dus ik zou zeggen, in ieder geval als eerste instantie zou ik zeggen dus Zuid-Amerika. Daarnaast zou ik bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld in Europa bijvoorbeeld elke hoofdstad langs willen gaan. Dat vind ik ook wel leuk eigenlijk, van elke hoofdstad van Europa. Dat lijkt me ook wel eens vet hoe dat, hoe gewoon verschillend een heleboel hoofdsteden zijn, zeg maar, van een land. En dat vind ik het beste, kan je dat zien natuurlijk in Europa. Want daar heb je gewoon heel veel verschillende landen bij elkaar eigenlijk. Hè? In Amerika heb je niet veel landen. Je hebt Canada, Amerika en wat is het dan? Mexico. En dat is het eigenlijk. Dus ja, daarom zou ik zeggen van als tweede van Europa. De volgende vraag van Nicky Jol. Nice Q&A vis. Dankjewel Nicky. Jij bent ook een trouwe abonnee. Wat vind je van het Nederlands elftal tot nu toe? Wat vind je van het Nederlands elftal van nu? Dit. Ik vind het echt heel erg slecht. Het gaat ook heel erg slecht. Ik vind ook dat voor een land met zoveel historie, zeg maar, qua voetbal, vind ik het ook gewoon niet leuk om naar te kijken op dit moment. Ik vind het spelbouw is super traag. Het is tikkie achteruit, lijkt wel in plaats van tikkie vooruit. Het is gewoon echt fucking saai. Het lijkt wel alsof heel veel mensen in het Nederlands elftal denken dat het gewoon vanzelf gaat. En dat zie je natuurlijk ook nu in de kwalificatie natuurlijk. Gewoon, we staan derde in de pool en we mogen blij zijn eigenlijk dat we natuurlijk 1, 2 en 3 als het goed is doorgaan. Want ja, op een WK of EK met zo'n elftal als dit wat je nu hebt, zoek je gewoon eigenlijk alleen maar ellende op. Dat wordt helemaal niks. Dat wordt gewoon kansloos. En dat is gewoon heel erg jammer. Het nadeel is alleen wel dat er gewoon eigenlijk niet veel is ook in Nederland. Dus ja, ik denk dat clubs moeten gaan kijken waar dat aan ligt. Je ziet het ook in Europa natuurlijk. Het Nederlandse voetbal is eigenlijk, zit erg laag op dit moment. En ik denk ook dat clubs daar meer in moeten investeren. Het is nu eigenlijk een kwestie van iedereen denkt alleen maar van de knip erop, zeg maar. Hè? Zoveel mogelijk geld naar binnen halen en proberen zuinig te zijn in ieder geval. En niet dat je failliet gaat en zo. Maar ja. Je gaat ook niet failliet door middel van uit te geven en daarvan nieuwe spelers te vinden eigenlijk, zeg maar. En ik denk dat je dat eigenlijk moet combineren samen. Ik KNVB zou daar veel meer actiever mee moeten mee verder gaan, zeg maar. Dus dat in ieder geval over het Nederlands elftal. Ik vind het gewoon slechte zaak op dit moment hoe het eruit ziet.
Thomas Fischer. Nice fit, dankjewel. Wat zijn je drie favoriete gerechten? Voor, hoofd en nagerecht. Ook een hele leuke vraag natuurlijk. Voorgerecht, jawel. Ik hou heel erg van carpaccio. Of, hoe heet het alweer? Nou, kom ik even niet op de naam. Nou, laat maar. In ieder geval, carpaccio vind ik heel erg lekker. En lekker met pijnboompitjes erop en zo. Dat vind ik heel erg lekker om te eten. En hoofdgerecht, ja. Haricot couvert met een biefstukje erbij. Een beetje half rauw biefstukje erbij. Hartstikke lekker natuurlijk. Lekker gebakken aardappeltjes erbij. Ik hou van die krieltjes erbij. Dat vind ik heel erg lekker. Lekker gebakken worden. Beetje frietsaus erbij natuurlijk. En dan, dan ben ik al heel erg tevreden man. Eigenlijk vind ik dat een van de lekkerste gerechten die er zijn. Als nagerecht, ja, als toetje zou je mij kunnen plezieren met tiramisu. En dat vind ik heel erg lekker. Doe het niet zo, want ik moet niet denken aan alcohol of chocola of weet ik van dingen. Maar in ieder geval, tiramisu, dat vind ik gewoon heel erg lekker nagerecht. En ja, mochten vrouwen kijken en die zeggen, nou, Chris, je gaat mee uit eten. Dan, of tenminste, ik ga voor je koken. Dan zou ik hiermee, dan moet je dit gaan maken, want dan is je helemaal, ben ik helemaal het mannetje. Dankjewel, Thomas. Gaan we naar de volgende vraag van Lindsay Oudijn. Q&A, ben je met iemand in bed geweest? Nou, dat gebeurt misschien na het eten dan. Hè? Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Ja, zeker ben ik natuurlijk met de mensen, met vrouwen naar bed geweest natuurlijk. Ik ben nog getrouwd geweest. Ik ben bijna 7 jaar getrouwd geweest. En ik heb ook meerdere relaties gehad van 3 jaar, 1,5 jaar en dus eentje van 7 jaar. Volgens mij voor de eerste keer dat ik met iemand naar bed ging, was ik ook 17. En mooie leeftijd, denk ik. En ik zou zeggen van de mensen die nog niks gedaan hebben met een meisje of andersom natuurlijk. Nou, geniet er gewoon van wat er gaat komen en het gaat helemaal goed komen. Nou, ik zie dat de gameplay alweer over is, dus ik ga jullie vragen, jongens. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten natuurlijk. En zeg natuurlijk zoals altijd, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Hey, en bye bye!